Nou, wat leuk dat je weer kijkt. Een nieuwe aflevering van Fashionfarm TV. Vorige week hebben jullie natuurlijk verrast met alle yellow. Deze week is het Pretty Pink. Heel veel mooie sjaals, heel veel mooie tassen. Dus we gaan weer een hele mooie aflevering maken. Dus, enjoy! Nou Antoinette, nou hebben we heel veel mooie sjaals meegenomen uit Parijs. Maar wil jij mij nou eens laten zien hoe je die verschillend kunt dragen? We hebben meegenomen twee formaten. Een grotere vierkant en een wat kleiner. Ja. Kijk. Is ze leuk in een puntvouwt. Ik kan aan de zijkant weer leuk met een knoop doen. Ik heb deze net even weer wat losser doen. Of de boven of de onder. De kleurtjes kun je net zo mee spelen dat het leuk staat bij een leuke, wat moet ik nu aan even, leuke tuniek. Deze is mooi. Is zo mooi vol en groot ook. Kun je leuk de punt aan de voorkant laten. Ja. Sla hem achter even om. En onder weer langs laten. Of je laat hem gewoon hier onder langs met een klein knoopje. Of je kunt hem ook eventueel aan de zijkant weer met een knoopje dichtmaken. Kijk hoe leuk met dit oranje ook weer terug. Mooi. Even kijken. Ander kleurtje, Monique. Ja. Aan de zijkant. Oh, dan met een leuke strik. Met een leuke strik. Ja, zal ik mijn haar even. Gaat goed, denk ik. Ja, nee, dat gaat goed. Oké. Hoe leuk kun je met sociaal doen? Ja, alles krijgt gewoon een leuke sfeer hier.
Zoals we eerder al hebben genoemd, zijn ze in hemdjes. Maar die hebben we ook in lange mouw. In 5 verschillende kleuren. Rood, roze, groen, donkerblauw en zwart. Dat is niet voor mij. Dat is voor je maken. Ja, dit is ook weer zo'n heerlijk hemdje. Het fijne van dit hemdje is dat het jersey is. Dus dat zit heel erg lekker. En dan zo met die lace achterkant. Ook weer mooi onder al die boyfriends met de, vooral de truien met een wat wijere hals. Maar deze kan je natuurlijk van het zomer ook gewoon zo gaan dragen. Hè? Nou, je ziet al die spetterende kleurtjes. Kleurig is het in ieder geval allemaal een festival. Nou, bedankt voor het kijken voor deze week. Hoop dat jullie hebben genoten, inspiratie hebben opgedaan. Ik zou zeggen, kom gezellig langs, hè. Bye!